Goedemorgen, drink ik alsjeblieft naar dit hoofd. Mijn stem is echt weg. Het is fucking vroeg. Ik wil eigenlijk nog een uurtje of twee verder slapen. Maar ik ga Mina nu ophalen, want zij landt over 8 minuten. Dat ze geen vertraging heeft. En dan neem ik hem mee naar huis. En ik denk dat ik dan nog echt wel een uurtje ga slapen, want ik ben echt doodloos. Good morning guys, ik ben heel vroeg opgestaan. Ik heb Mina opgehaald. We zijn nu terug in het appartement. Ik heb me even omgekleed. Mijn haar is echt van onder nog keratine, dit stuk. Het moet er echt uit. En van boven is het mijn haar. Maar ik ben gisteren heel snel met de foamborstel, omdat ik toch een hoed op deed gisteren. Eroverheen geweest. Ik heb deze bikini aan. Deze is van Revolve. Van het merk... Moment. Ik moest even kijken in het etiket, maar dit is van het merk Love Wave. Hij zit echt gewoon goed strak om je borsten. Dus ook voor de dames met een grote boezem zijn deze bikinis wel fijn, om heel eerlijk te zijn. En ik heb dit mannenblouse in een extra, extra large van de Primark op. En ik heb witte Hermes sandaaltjes op. En mijn ronde Ray-Ban zonnebril. Wij zijn nu aan het ontbijten bij cappuccino. En dit is een cinnamon met Nutella. En ik weet wacht niet waarom ze dit wou. En ik heb gewoon simpele cinnamon. En iedereen heeft een eitje. En Shema. Shaya. Die heeft me echt geflasht. Want zij zei dat dit bruschetta was. En dit is gewoon tomaatpuree met kaas en geroosterd brood. Maar ik ga het wel eten. Oh, en ik heb mijn ananassap. Oké, guys. Wij zitten nu bij Movepik. En we hebben echt een heel leuk kringetje hier voor onszelf. Die hebben we echt gemaakt met alle 5 de meiden. Mijn stem is nog steeds safe. Ik hoop dat het echt weggaat. En ik ga gelijk een duikje nemen. Kopje onder, I love it. En dan ga ik jullie gaan praten. Waar je u tegen bent. Wat ga ik doen? Ja. Oké, guys. We hebben letterlijk niks gedaan vandaag. Behalve echt letterlijk naar het zwembad zijn geweest. En toen kwam Soef. Want Soef heeft vanavond een optreden. En ik ga hem nu even halen. En ik ga mee naar zijn optreden. Dus ik moet even haasten, want ik moet er over 5 minuten zijn. Nee. Je ziet het. We zijn even backstage. Ik heb een keer meegenomen naar een show in Marokko. En lach eens even mee. Hey guys, ik zit in de auto met alle meiden. We zijn nu bij een tankstation. Want we zijn onderweg naar Marrakesh. En het is echt 6 uur rijden. En we hebben nu al 3 uurtjes erop. Dus we moeten nog 3 uurtjes. We gaan eventjes iets eten en drinken. Want echt, ik ben zo uitgedroogd. En dan zijn we hopelijk om 4:15 in Cash. Weet je waarom wij zijn blij zijn? Ik heb geslapen, zij niet. En wij gaan nu richting Snop optreden. We zijn in Marrakesh, het is fucking warm. Jij vlogt zo anders dan ik, hè? Ik kijk nog steeds in die camera vasthoudt. Waarom recht vast? Mensen vinden het wel leuk, hoor. Nee, zeg, hi, je moet zeggen, hi guys. Zeg eens hi guys. Hi guys. Hi guys. We zijn net aangekleed. We zijn net aangekleed en we zijn nu in de auto. Ja. Onderweg naar de show. Sophie, want Sophie heeft daar een optreden. Want ik heb daar een optreden en we gaan zo meteen verder filmen. Oké, okay, tot bye. Oké, we zijn nu dus. Echt, jongen. Gaan we dit elke keer doen als je de camera opmaakt? Okay. Is dat wat je wilt? Bij mij okay, vlogs werkt het nee, gewoon, man. Nee. Oké, okay, ja, daar mag ik niet over praten. Maar goed. Hey guys, ik ben net omgekleed, want het is mijn vlog. En wij gaan nu. Ik ben ook omgekleed. Ja. Oh, ik heb dit aan. Ik heb. Helemaal in het zwart. En jij bent in het wit. Lekker en white. We zijn yin en yang. Oké, okay, maar wij gaan nu naar Boudoir, want ik heb honger. Vertel even hoe laat de eerste reservatie. Hoe laat we het eerst hadden gereserveerd? 9:30. En hoe laat is het nu? 12 uur. Laten we hopen dat het werkt. Het is gewoon boef, man. Ja, maar jij zorgt dat het werkt.
een hele goede morgen. Het laatste wat jullie hebben gezien is eigenlijk dat ik in het vliegtuig zat. Het is inmiddels een paar dagen later en ik ben ontzettend moe. Maar ik ga nu naar Turkije toe. En ik neem jullie mee, want ik ga Soef opzoeken voor de laatste 10 dagen van zijn zomertour. Oké, guys, ik ben aangekomen in Istanbul. Over een uurtje gaat mijn binnenlandse vlucht naar Bodrum. Mijn stem is echt helemaal weg. Dat was niet weg, maar het doet gewoon pijn. Ik heb mijn flesje water. Ik ga deze vlog afsluiten en dan begin ik morgen met nieuwe vlogs. Ja, dus vergeet je niet te abonneren op mijn kanaal. Laat dan een blauw duimpje omhoog achter en dan zie ik jullie bij een volgende video. Doei! Ik zit in het masker, heel mijn huid is er ook echt aan toe. Ik heb de laatste tijd super weinig onzuiverheden, waar ik echt heel blij mee ben. Oh ja, zoals jullie kunnen zien is dit alweer een nieuw flesje. Dit is echt een vijfde fles of zo. Kijk, ik ben geland en ik ben nu mijn sinusmasker aan het opdoen. Deze is zo fijn, dit is alweer mijn vijfde fles. En ik doe gewoon een heel dun laagje. Dan droogt hij ook wat sneller op. Ik hou hier echt van. Mochten jullie hem ook willen gebruiken, ik ben echt tevreden over dit product. En ook over mijn blemish cream, by the way. En als jullie willen gebruiken, kunnen jullie een link in mijn bio vinden. Waarmee jullie korting kunnen krijgen. En echt, ik zou het niet zomaar, maar deze is zo fijn. You guys will love it. Hi guys, ik zit op de bank bij Celie. En ik ben voor één dagje meegegaan naar Bodrum om te kijken hoe het was. Shady heeft fucking hete soep gemaakt. Met linzen en aardappelen, maar het is wel echt heel lekker. Ja, het enige wat ik eigenlijk in Bodrum heb gedaan is naar Soef's optreden geweest. En ik ben alweer in Nederland. En anders zou het weer zo'n hele dramatische vlog geweest zijn. Maar ik heb echt niet het gevoel dat ik vakantie heb gehad. Dus ik wil volgende week echt weg. Marokko is echt niet gegaan zoals ik wou dat het ging. En ik merk dat ik het best wel lastig vind om in Marokko te zijn, vooral nu. Vanavond is Rida's afscheidfeestje. Maar dat neem ik mee in de vlog van morgen. Dus ik open gewoon straks de vlog. En dan neem ik dat mee. Dus ik hoop dat dit alsnog een leuke vlog is geweest. Vergeet je alsjeblieft niet te abonneren op mijn kanaal. Laat dan een blauw duimpje omhoog achter. En dan zie ik jullie bij de volgende video. Doei doei. Hey.